En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. SV-theater, het verdwijnt. Ja, klopt, ja. Ja, is jammer. Maar ja, er komen inderdaad woningen waar men nu de velden heeft. Ik vind dat mensen uit de wijk zo makkelijk mogelijk iets moeten kunnen doen. Ja. Dus als er een vereniging is in de wijk, dan moet je daar vooral gebruik van maken. Ja. Had nooit mogen gebeuren. Ja, wat moet ik ervan vinden? Hè? Weet ik niet. Ik weet het ook niet. Ja, zonde. Maar ja. Wat doe je eraan? Ik kom eigenlijk niet uit Hatert, dus het maakt mij niet heel veel uit eigenlijk. En jij? Ik kom ook niet uit Hatert. Nou, dat is niet zo mooi, hè? Ja, ik woon zelfs niet in Nijmegen. Oké. Okay. En u vindt er ook niks van? Nou, ja, ik kan wel wat zeggen, maar ja, wie ben ik om dat over te zeggen? Dat is heel triest. En hoe komt het? Ze moeten wijken in de winkelsteek voor woningen. Het aantal aanmeldingen voor voetballen loopt terug. En ook een groot tekort aan vrijwilligers. Oh, maar we hebben wel ruimte voor 1300 vluchtelingen. Toch? Ja. Maar niet voor de voetbalclub. Nee. Nou, dan weet je het antwoord eigenlijk al, hè? Ze hadden geen eerste elftal meer. En dan loopt het aantal voetbaltoetsjes terug. Hè. Dus ja, het is jammer, maar het is niet anders. Ja, dat is wel jammer dat er minder sportverenigingen komen. Want het is wel heel erg belangrijk dat jongeren sporten. Dus in dat opzicht is het wel jammer, maar er is ook een huizencrisis. Dus het is een soort van dilemma. Ja. Denkt u dat komt, dat er zo weinig aanmeldingen zijn voor het voetbal? Weet ik niet. Het gaat allemaal weg. Ja. In zekere zin wel, hè? Dus u bedoelt meerdere voorzieningen verdwijnen uit de wijk? Vind ik wel. Je kinderen naar sport sturen is best wel een... Ja, dat kost geld. Ja. En ook nog eens tijd. Ja, maar hier in Nijmegen is daar een potje voor. Hè? Mensen die krappe kas zitten, die kunnen beroep doen op een subsidiepotje wat er is. Dus. Ik weet dat een sportvereniging daar ook heel erg belangrijk in is voor jongeren vooral. Om te blijven te bewegen, om sociaal contact te maken. Er is ook een groot gebrek aan vrijwilligers. Ja, dat klopt. Ja. Hebben ze geen tijd? Of? Maar ja, de vrijwilligers, ja, dat is overal zo. Vrijwilligers is een uitstervend beroep, zal ik maar even zeggen.